politie heeft in een vervallen tuinderskas in Venlo drie Poolse arbeidsmigranten weggestuurd. De Polen hadden de kas gekraakt en leefden daar illegaal. De kas stond al langer op de nominatie om gesloopt te worden. Buurtbewoners maakten zich zorgen over de veiligheid van de drie. Ze leefden daar onder erbarmelijke omstandigheden. Nou, we staan hier in een kas die op de nominatie staat om gesloopt te worden. En de buurt vindt daar vooral van dat dat zo snel mogelijk moet gebeuren. En dat is een proces wat al een jaar of twee loopt. Er zit wel beweging in. We hebben goede hoop dat het dit najaar gaat gebeuren. Dat is ook op die manier toegezegd. En deze plek waar deze mensen gewoond hebben, die is daarmee dan niet meer beschikbaar. Daarmee is niet gezegd dat het probleem van seizoensarbeiders die op deze onmenselijke manier moeten wonen is opgelost. Eind vorige week greep de politie in en werden de Polen weggestuurd. De plaatsvervangende schaamte dat mensen onder deze omstandigheden moeten wonen om te besparen op hun kosten. En met het geld wat ze verdienen met hun harde arbeid wat ze naar huis kunnen sturen, ja, dat moeten we niet willen als maatschappij niet. En ik zou het liefst de werkgevers willen aanspreken om in samenspraak met de werknemers een onderkomen te organiseren en te betalen, dat dit niet nodig is.